Goedendag, ik ben heel blij en vereerd omdat jullie nu mijn boek gaan lezen met de Leesclub. De biografie van Jan Mankers heb ik geschreven natuurlijk vanuit een erge fascinatie voor het werk van Jan Mankers. Natuurlijk ook liefde voor het werk, ik vind het erg mooi. Ik heb geprobeerd Jan Mankers heel breed in de tijd te plaatsen om wat beter tot hem door te dringen. Ik geef een vrij brede historische context. Ik denk dat dat ook een van de waarden van het boek zou kunnen zijn. Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat ik zijn werk in een kunsthistorische context probeer te plaatsen. Dus ik probeer het te plaatsen in de verschillende stromingen in die tijd. De snelle ontwikkelingen van de kunst in die tijd. Waarbij ik overigens ook probeer duidelijk te maken dat Jan Mankers ook in die tijd moderner schilderen dan je zou denken, misschien op het eerste gezicht. En verder probeer ik aan de hand van heel veel persoonlijk materiaal, vooral brieven, ook echt de persoon Jan Mankers dichterbij te brengen. Ik probeer vooral zijn geestelijke leven diepgaand te beschrijven. Het was een erg geestelijk aangelegd mens, net als zijn vrouw overigens, Arnie Zernike. En ik probeer echt wat meer tot hen door te dringen hoe zij in het leven stonden. Ik hoop dat dat bij jullie overkomt. Ik wens jullie heel veel plezier, ook met discussiëren natuurlijk. Tot ziens!